Mijn boot doet het niet meer. Hartstikke fijn. Dus ik zit hier opgesloten op een vulkaan. Nice. Hoi kijkers van Evercraft en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van Minecraft Tactics. De vorige video ging natuurlijk hartstikke goed. We zijn slechts een stuk of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of zoiets een keer dood gegaan. Dus dat is allemaal geweldig. Ik ben ook achtergekomen dat mijn geluid toen verschrikkelijk hard stond. Ik zal meteen even kijken of dat nu niet meer zo is. Nee, als het goed is, is dat nu gefixt. En vorige keer zagen we dat deze cave er was. Maar wat we ook zagen was dat we naar de overkant moesten voor eten. En dat we toen 84 keer dood gingen. Wow, moet tegen je microfoon aanstoten, heer Jever. Vanwege al die gezellige figuren. Zoals skeletons voornamelijk. En daar kunnen we natuurlijk wat aan doen. Namelijk als eerste eten halen. Want dan hoef je dat de volgende keer niet meer te doen. En een huis met een bed bouwen. Zodat we de nachten... Wow, even lag spike. Kunnen overleven. Hoe ver staat mijn render distance trouwens? Tientje. Nou, dat is wel even ver genoeg, denk ik. Zoveel spannend zullen we niet gaan zien in de verte. Schat ik zo in. Oh ja, voor de mensen die trouwens afvragen waarom ik de vorige video twee keer heb geüpload, dat is omdat de eerste keer... Nou ja, ik heb dus een nieuwe computer. En het was dus de eerste video die ik met dit ding heb opgenomen. En ja, de eerste video is eigenlijk altijd een beetje uitproberen. En dat was bij mij dus ook zo. Ja, dat... Waardoor ik dus niet precies wist hoe het allemaal werkte. Met name het nieuwe opnameprogramma dat ik nu gebruik. Ik bedoel, het editprogramma. Ik heb twee wool, ik moet er nog één hebben trouwens. En daardoor wist ik niet precies hoe ik moest renderen. En ik had dus blijkbaar in een hele lage kwaliteit gerenderd. Ik weet nu allemaal hoe dat zit. Dus dat komt allemaal hartstikke goed. Daar zie ik nog een schaap. Zo, doe eens even... Oh, dood. Dank u. Zo. Nou. Hé, hier is er ook nog een. Zo. Laten we wel wat leven. Want we moeten natuurlijk ook nog van alles gaan fokken. Maar ik zie er daar nog eentje. En er zullen er ongetwijfeld nog wel meer zijn. Toch? Of misschien ook niet. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Ik wil een huisje gaan bouwen en ik denk dat dat wel een goede plek is daar. Maar laat ik eerst maar even wat eten gaan koken, want ik sterf nu alweer bijna van de honger. En dan moeten we niet hebben, niet. Want ja, de eerste afleveringen van deze serie zullen nu eenmaal gewoon wat meer gewoon Minecraft Survival zijn. Maar daarna gaan we natuurlijk proberen allemaal coole machines te bouwen. Mag ik die terug? Dank u. Zo. Oh. Waarom zou je kool gaan branden? Dat snap ik niet. En ondertussen kunnen wij wel even nog wat meer hout gaan hakken. Dus even wachtmuziekje erin. En toen was de boom dood. Dat is hartstikke leuk. Plons. En nu moet ik toch echt eten gaan hebben, want ik ben bijna dood gewoon. Dat was lekker. Nog wat meer, dank u. Zo, en ik denk dat we dan daar dus ons huisje gaan bouwen. Moeten we misschien... Nou, daar kunnen we ook wel zo even heen. Ik moet trouwens ook andere soorten hout hebben. Dus laat ik dat ook even gaan regelen. Want anders wordt het zo eentonig. En daar houd ik niet van. Plop. Jou ook nog even. Kijk, het is wat minder handig dat het zo lang duurt, maar dan is wel meteen die hele boom weg. Dus dat is dan wel even heen. Ik moet trouwens even ruimte maken in mijn inventory. Dus laat ik even een kist maken. Ah, kijk, daar is ook nog een schaap. Dit gaat helemaal goed komen. Daar heb ik volste vertrouwen in. Nou, ik zie niet zoveel verschil tussen sprinten en gewoon lopen, maar goed. Zo. Laten we even een kistje bouwen. Hoepla. Hup. Hup. Hup, dagpijltjes. Kunnen we hier even wat oors en dat soort meuken ingooien? Die hebben we voorlopig toch nog even niet nodig. Zo. Moet je zien hoeveel oors we al hebben, hè? Wauw. Oh. Dit is cool. Oké. Bijzonder.
Ja, oké. Oh, het begint alweer nacht te worden. Laat ik ook maar meteen een bedje maken. Hoep. Hoepla. Kunnen we tenminste de nacht overleven vandaag? Hoop ik. Waarom gaat sprinten zo langzaam? Deze schapen krijgen niet vermoorden. Jammer. Kijk, dan kunnen we heel veel meuk oppakken. Hey, wie wil er nou geen meuk oppakken? Hey. Ik wel in ieder geval. Zo. Je hebt in ieder geval nooit last van vliegende bomen in de bekken. Dat is wel weer fijn. Plons. Nou, dit is wel een mooie plek voor een huis, denk ik. Zo aan de rand van het bos, aan het water. Oh jee, daar zijn ze al. Zo, snel slapen. Phew. Hopelijk overleven we de nacht. Yay. Hallo. Donk, donk, donk. Oh, dank je. Een potato. Dat vind ik wel lief. Hebben zombies toch nog iets nuttigs gedaan dit jaar? Ja, mensen, ik heb mijn plek voor mijn huis gevonden. Ouch. Dat wordt hier. Wij gaan hier wonen. Aan deze mooie baai. Plons. Dat lijkt me een heel goed plek. En dan moeten we eerst even wat boompjes hakken. Oh. Potverdomme. Nee. Waar komen al die beesten vandaan? Ja, nou, voordat we dat kunnen gaan doen, moeten we dus eerst deze toko herstellen. A few moments later. Zo. Kunnen we hier zo meteen even ons huisje gaan bouwen? Dat lijkt me heel mooi. Even kijken, zullen we dat hier zo bouwen of wat meer? Ja, ik weet al hoe we het gaan doen. We gaan hier een soort huis op een steiger bouwen. Dat lijkt me wel heel erg cool. Ik zal trouwens even op de map kijken hoe dat eruit ziet. Even kijken. Kijk, we zitten nu hier. Het grootste gedeelte van de zee is daar. Nou ja, maakt ook niet uit ook hoor. Wat is dit? Wat is een scoop? Oh, dat kunnen we wel maken, denk ik. Zullen we dat eens proberen? Hebben we wol? We hebben geen wol meer. Ja, we hebben ook geen ijzer. Wat? Nee, hier kan je ook geen schaar maken. Oh, jammer. Nou, dat moet even een keertje weg, want het ziet er natuurlijk niet uit zo. Maar we kunnen hier nu wel. Waarmee zullen we de palen maken? Ik denk dat we dat gewoon van het donkere hout doen. Zo. En dan doen we hem 3. Wordt er gewoon een pad van 3 breed. En dan doen we iedere keer 5 tussen de palen. 3, 4, 5. Zo. 1, 2, 3, 4. 5. Niet weer verdrinken zoals de vorige keer. Dat lijkt me niet zo heel intelligent. Oh, er moet trouwens eentje hoger. 1, 2, 3. Kunnen we hier op onze basis gaan maken. En dan worden de planken daartussen worden van lichthout, denk ik. Ja, dat lijkt me wel een goed plan. Is het lelijk? Je zou het best eens lelijk kunnen noemen. Maar hey, wat maakt het uit? Het gaat hier niet om de gebouwen, het gaat hier om de machines. En dan kunnen we hier zo kunnen we eigenlijk een soort waterbasis gaan maken. Dat lijkt me wel cool. Krijg je op het water krijg je eerst gewoon een huis en een opslag. En allemaal een soort fabrieken. Of het fabriek doen we juist op het fabriek. De fabrieken doen we juist op het vasteland. Dat kan natuurlijk ook nog eens.
Maar misschien moet ik wel eventjes wat bomen gaan herplanten. Anders zijn we zo meteen nog door ons hout heen ook. Hier kunnen we wel in herplanten. Ik moet ook op zoek naar rubber, maar dat had ik al een keer gezien ergens. Zo. Oh. Oh, dat vult zich automatisch aan. Oké. Okay. Zo, en dan gaan we daartussen doen we. Dit hout, hier zo. Ik ga hier geen hele ingewikkelde bouwwerken van maken hoor mensen, want daar gaat deze serie natuurlijk ook niet om. Zo, nou dan hebben we in ieder geval een beginnetje van onze basis en dan gaan we zo meteen even kijken wat voor machines kunnen we allemaal gaan maken trouwens. Dat is wel leuk om te weten. Dus palen moeten natuurlijk één hoger. Mysterieuze geluiden in Minecraft. En dan gaan we daar later wel hekjes tussen maken. Zo. Maar dit is dan in ieder geval af. En dan gaan we even kijken. En wat voor ovens heb je? Wat voor ovens? Machines heb je allemaal? Je had een Mace Raider, geloof ik. Mace Raider. Dat, volgens mij kon je daarmee kon je items verdubbelen. Maar dan heb je een machineblok. En dat maak je van refined iron. Dan moest je dus iron hebben. Het moest je nog een keer in de oven mikken. Ik ga trouwens even stapsteen maken. Zo. Aan. Ploep. Eerst kaapje. Dat moeten we dus eerst gaan doen. Dus we moeten ijzer hebben. Ik denk wel dat we dat hebben. Anders moeten we weer even lekker gaan minen. Kijken. Ijzer, ijzer. Iron. Ja, dat hebben we wel genoeg. In de oven en dan gaan we ondertussen nog wel even lekker verder minen. Een pickaxe, misschien moeten we even eentje extra maken. En laat ik je trouwens even een checkpoint zetten. Hoe doe je dat? Options. Geen idee. Nou, dat komt later wel een keer. Een extra pickaxe gingen we maken. Had ik er gewoon even. Nee, dit is wel heel duur, denk ik. Maak er gewoon nog even eentje zo. Voor de zekerheid. Dan gaan we hier even in. Want lijkt me wel even. Hey, zombie. Ik heb trouwens bijzonder weinig. Fakkels viel me op. Even kijken hoeveel kool hier nog over is. Ik kan wel even de helft gebruiken. Zo, dan gooien we nog even wat hierin. Want al het hout hebben we niet nodig. We nemen dit hout wel even mee. Zo, dit kunnen we allemaal wel. Oh, ik heb trouwens wel eten nodig. En die wel. Zo, nou, dit moet wel genoeg zijn. En dan gaan we hier veilig naar beneden proberen te komen. Dat wordt auw. Wel een uitdaging. Even wat eten. Boom. Hey, wat is dit? Koper weer. En nog meer koper. Eerst even hier een kurk in stoppen. Zo. En koper, dat kan je nooit te weinig hebben. Volgens mij dan. Ik bedoel nooit te veel. Te weinig heb je. Dan heb je dus eigenlijk wel altijd te weinig. En ik heb mijn fakkels weggelegd. Nice. Dit ziet er wel heel erg eng en mysterieus uit. Vertrouwen we dit of niet? Wat? Hey, uranium. Dat is natuurlijk altijd handig, want dan kunnen we ooit. Ziet er wel heel erg eng uit. Kunnen we later ooit in het hele verre, verre toekomst een
kerncentrale gaan bouwen. Want we moeten natuurlijk ook op een manier aan onze energie zien te komen. Dus ik moet meer bewaren. Oep. Zo. En daar zie ik nog allemaal veel meer dure spulletjes. IJzer trouwens ook. IJzer heb ik ook al nodig volgens mij. Naar beneden hakken is nooit aan te raden trouwens mensen. Mocht je denken van, oh jee, ga ik naar beneden, laat ik dat ook doen. Nee, doe vooral niet. Zo. Zo. Lekker hakken. Spannend hoor. Wat is dit? Dit is een sapphire. Oké. Dit zijn allemaal dure spullen. Ouch. Net ernaast gesprongen. Handig. Dit is Tesla Piet weer. Geen idee wat je eraan hebt. Het heeft wel een hoge... Oh, het heeft niet eens AMC. Shit. Het levelt wel lekker vlot. Dat is wel weer fijn. Uranium. Ha! Direct. Zo, nog meer uranium. IJzer erbij. Dit kan je nooit te veel hebben. En wat moest ik nou nog gaan halen? Ja, dit geloof ik niet hoor, dat je daar wat aan hebt. Tin wel. Dit gaat wel heel erg diep. Hey, niet doen. Ik heb het vermoeden dat ik maar weer eens naar boven ga. Want ik vind dit wel heel eng. Goud, dat neem ik wel even mee. Misschien dat we ook nog diamonds kunnen vinden. Maar ik zei net dat ik weer naar boven ga. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat hier vindt. Lava. Vertrouwen we dat? Nee. Laat ik hier maar weer snel weggaan. En waar kwamen we vandaan? Van hierboven. Oh shit. Ik zag een creeper. En jullie zagen hem ook. Dat weet ik zeker. Ik ga echt niet alle oorzaken mensen. Ik vind het hartstikke leuk allemaal. Maar ik geloof juist. Daar was ik al bang voor. Dag. Zo, die is eerst lang daar. Goeiedag, zeg. Schiet me niet naar beneden. Au. Ik zei je nog, schiet me niet naar beneden. Ja, dan word ik boos. Gek, hè? Stom beest. Daar, hé. Hey. Toch pijlen, dat vind ik wel lief. Zo. Hé, hey, ijzer. Oh, ik zie allemaal dure spulletjes. Ik ben nu al verdwaald trouwens. Maar ik zie wel op de map. Yellow eye. Waar zit dat beest? Oh. Ja, blaas even op. Dag. Nog meer dure spulletjes. Hartstikke leuk. Ik hou van dure spulletjes. Zo. Ben benieuwd wat we allemaal kunnen gaan doen vandaag. Ik denk dat het wel weer een langere aflevering wordt, maar dat geeft niet. Want langere afleveringen zijn nu helemaal cool. Tin, geen idee wat je nou die zooi hebt. Maar ik hak het gewoon. Dit is eng. Kunnen we deze jump halen? Ja. Alle stoelen zijn er mee. Dat lijkt me wel heel erg cool. Volgens mij zitten we heel erg aan het oppervlak nu. Wow, even lek. Ik weet niet. Ik neem trouwens wel even deze kool mee. Dat is ook altijd handig. Zo. Hartstikke mooi allemaal, cool. We levelen echt als een malle met het hakken van al die oors. Oh,
joh, ik dacht even dat er een mop zat. Maar het is gewoon een dansend blokje kool. Ja, hij, blokje kool mag ook dansen, als hij dat wil. Moet hij dat vooral lekker doen. Zo, dure spulletjes. Ik vind het leuk. Ik zou je haast gaan denken dat het helemaal niet zo duur is. Om. Dat is een diep gat. Ik hoor allemaal boze zombies. Misschien ga ik het geluid even zachter zetten. Zo. Zoveel dure meuk als ik tegenkom, joh. Ongezond. Ja, jullie kunnen wel heel cool zitten grommen, maar ik word er echt niet bang van, hoor. Zo, lekker hakken. Er zit een oningeladen chunk in mijn map. Fijn. Altijd leuk, oningeladen chunks. Nog meer ijzer, allemaal leuk, allemaal aardig. Dan hebben we bijna een stack, joh. Niet normaal. Wat een raar gebied. Zo, waar ben ik? Ben ik verdwaald of ben ik dat niet? Ouch. Volgens mij loop ik nu de goede kant op. Ja, ja. Dat doe ik hoor. Bloempje meenemen voor thuis. Niet dat ik een huis heb, maar het klinkt gewoon leuk. En dan is... daarachter. Mijn dingetje. Mijn vlonder. Waar dan mijn kist staat. Geen idee. Ah, het is dan hier aan de overkant. Ja hoor. Daar moet het wel zijn. Die komen verdacht bekend voor. Die neem ik ook mee. Ik ga... Het doet me zin. Oh nee, mijn spulletjes vallen in de lava. Ben ik toch nog dood gegaan vandaag? Wat ben ik een druif. Mijn homebed was missing. Ja, doei. Kijk het even lekker met je homebed was missing. Waar kom ik nou weer vandaan? Wat doe ik hier? Wat een onzin. Ik kan wel beter in de lava... Ga weg. Ik mag jou niet. Ga dood. Nu. Goed zo. En hier ben ik overleden. Poenk. En een half hartje. Oh, mijn rubies hebben het overleefd. En mijn sapphires en mijn onzin spulletjes. Niet alles. Mijn rubies hebben het niet overleefd. Nee. Ja, ik heb geen eten meer. Dit is Link, joh. Snel naar boven. Zo. Nou, zijn we toch nog een keer dood gegaan vandaag. Kunnen we dat ook weer afstrepen van onze to-do list? Dood? Ik vind van wel. Oh, jemig. Weer bijna dood. Stom blok. Give me some food. Please. Iron. Ik ga trouwens even een tweede overtje maken. Ja, nou, geef maar terug. Zo. Op elkaar, dat is altijd mooi. En dan hebben wij nog wat. Deze eet ik wel even op. En wat kan ik bakken? Ik heb helemaal geen vlees meer. Ik heb maar een farmpje gemaakt, ben ik bang. Gelukkig heb ik even een lekker appeltje. Ik ga een sapphire zwaard maken, denk ik. Of doe die niet meer damage, zo. Nee, dat is gewoon hetzelfde. Een amethyst zwaard. Ook maar 6. Wat een onzin, joh. Stom spul.
Nou, dan maak ik wel een Sapphire pickaxe, omdat die er gewoon cool uitziet. Gewoon een blauwe pickaxe. Wauw! Fancy! Jazeker. Grinder. Wat is dat? Oh, wat is. Ah, nee, ik wil een grinder vinden. Nou, in ieder geval, we wilden een macerator maken. Zo, dat is ingewikkeld. Laten we die maar maken. We hebben flint nodig. Een electronic circuit. Oké, maar eerst even een machineblok. Dat kunnen we zo wel maken, denk ik. We moeten wel weer even doen. Ja, oké. Nu kunnen we een machineblok maken. Dat is nummer 1. Hoe heet dat zo'n crafting table waar je spullen in blijft zitten? Die wil ik ook hebben. Ding. Automatic crafting table. Geloof ik helemaal niks van. Holding nog wat? Nee. Table. Auto product table. Hoe heet zo'n ding? Worktable. Geen flauw idee. Zullen we maar gewoon wat proberen? Ik ga een project. Oh, maar dat is niet ingewikkeld. Een paar steentjes. Die moet ik ook maar even gaan maken. Heb deze nog. Dom ding. Even kijken. Deze moet ik trouwens even apart houden. En dan moest ik 3 steen hebben. Ja, nou ben ik al mijn ijzer aan het oppakken. Is het handig? Vast niet. Wat had ik nog meer nodig? Oh ja, electronic circuit. Electronic circuit. Dan heb ik koperen kaals nodig en daarvoor heb ik rubber nodig. Oh. En daarvoor heb ik weer een tree tap nodig. Oh. Tap. Oké. Dat is lekker makkelijk. Zo, en dan moeten we op zoek naar rubberbomen. Oké, heb ik mijn bed bij me? Mooi zo. Rubberboompies. Hallo, where are you? Rubberboma. Hallo? Ik zit toch niet in een rubberboomloos gebied, ik zonder eten. Dat zou troosteloos zijn. Ik zit over na te denken om hem toch maar even in Peaceville te zetten hoor. Want ik heb geen zin om hier om te gaan komen van de honger en zo en dat soort dingen. Kan natuurlijk ook gewoon met bomen ommakken. Krijg ik weer appeltjes. Ook een mogelijkheid. Ik denk dat ik dat maar even moet gaan doen, want ik zie hier geen rubberbomen. Wel een koe. Jee. Die kan ik wel even klappen. Jee, ik kan al bijna niet meer rennen, joh. Hier, ik kan niet eens meer rennen. Wow. Raar gebied. Maar. Maar. Ik laat er 2 leven. Of iets meer. 6 vlees. Dat moet voor. Wat een raar gebied. Hey kiepjes. Wat is dit? Rubber. Ja! Een rubberboom. Maar heeft deze rubberboom ook rubber? Dat is dan wel de vraag. Ik zie het voorlopig niet. Dat is troosteloos. Heb je echt geen rubber, joh, gek? Hij heeft geen rubber, joh, deze rubberboom. Wat heb je daar nou aan? Ja, rubber. Wat is het nou? Hallo? Oh, daar. Met kleverige rozijnen. Ik heb kleverige rozijnen. Moet je ze beter schoonmaken. Schoonmaken. Ik ga nou rozijnen schoonmaken. Ja, maakt niet uit. Zijn er nog meer? Deze zijn die van die bomen met die rare puntjes, hè? Ze groeien hier dus wel. Ik ga ondertussen even een paar bomen omhakken voor wat eten, hoor. Want als je een boom omhakt, dan krijg je er een appel van. Soms.
Tweede poging. En appeltjes. Nee, dus. Shit. Jongens, ik heb appels nodig. Hé, wat zag ik daar lopen? Het vast een kiep zijn. Ja, dat was een kiep. Ik hoor hem wel. Waarom krijg ik geen appels als ik ze nodig heb? Oh. Vulkaan. Nee. Het schijnt dat daar hele dure dingen in zitten, hè? Maar ik vertrouw het eerlijk gezegd niet helemaal. Vulkanen. Niet zo gek trouwens, hè? Want jullie weten wat een vulkaan kan doen. Een vulkaan kan boom doen. En dan is er een... Wat de hel? Auw. Oh. Ik ga dood van de honger. Die vulkaan ziet er wel heel erg spannend uit. Ik ga daar maar niet in springen. Dat lijkt me even niet zo goed plan. Ik heb dan wel honger, maar... Zo, nou, ik krijg maar geen rozijnen, joh. Wat is het voor een raar verhaal? Auw. Heb ik mijn mushrooms nog? Ja. Oké, dan ga ik voor mushroom soep maken. Waar zag ik die rode paddo's nou? Ik zag net de rode paddo's toe, maar het wordt nacht. Zo. Even sloppy doen. Dat betekent trouwens dat ik al best een tijdje bezig ben als het weer nacht wordt. Ondanks mijn lege maag heb ik... Ja, daar zijn paddo's. Even wat troep weggooien. Nou, dan gaan we maar geen bloemen verzamelen vandaag. Zo. Ik vind jullie heel tof bloemen. Maar ik heb jullie nu even niet nodig. Njum. Dag paddenstoel. Njum. Kijk, dan kunnen we nu een crafting table maken. Wow, speciaal jever. Ongelooflijk gek. Met een bakkie. Met paddo's erbij. En boom. Kabam. Om nam 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 nam. Nam 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 nam. Vult wel lekker. Nam 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 nam. En de laatste. Nam 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 nam. Kijk eens. Heerlijk. Hey. Gek. Gewoon weer aangevallen, joh, idioot. Wow. Hey, wat is dat? Wow. Dat is raar. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Waar is mijn crafting table? Ga ik even een boot maken. Joh, houtgod. Een boot. Nu hopelijk overleeft mijn boot het... deze rit, want anders dan kom ik niet meer terug. Dat zou jammer zijn. Dat is echt een raar ding. Het lijkt wel een soort onderwaterpaddo. En varen met die meuk. Oh, dat is een oliebron. Nee, niet erin. Gek. Een oliebron, oké. Waarvan is trouwens die vulkaan gemaakt? Als het helemaal van obsidian is, joh. Dat zou cool zijn. Dat lijkt het even niet op. Boot, stop. Even de vulkaan inspecteren. Wow, waar ben ik helemaal beland? Lol. Maar daar is dus een oliebron. Dat ziet er wel speciaal uit. En dan ga ik even kijken waar deze vulkaan van is gebouwd. En dan ga ik de aflevering maar afsluiten. Dat hebben we vandaag bereikt. Echt helemaal geen drol. Basalt. Kan ik dat meenemen? Een blokje.
Veilig hoor. Oei. Wauw. Basaltkom. Geen idee wat je ermee kan, maar het ziet er wel leuk uit. Nou, gewoon naar het hart van de vulkaan graven. Is dat slim? Niet echt. Of echt niet eigenlijk. Misschien kom ik wel lava tegen, dan ben ik dood. Ik ga even naar het hart van deze vulkaan graven en dan daarna ga ik de aflevering afsluiten. Dus druk alvast even op dat duimpje omhoog als je het leuk vond. Ik ga denk ik nog wel meer tekken doen de komende tijd. En ja, dat lijkt me allemaal een super tof plan. Op het moment dat jullie het kijken ben ik nou laat ik maar. Ja, dinges. Druk even op het duimpje omhoog dus. En abonneer ook zeker als je dat nog niet gedaan hebt. Ik ben bijna bij het midden van deze berg. Laat ik trouwens een fakkeltje neerzetten. Fakkels in een vulkaan. Het maakt echt helemaal niks uit. Het is wel zwaar om te hakken. Want je hebt er een stenen pickaxe voor nodig volgens mij. Of niet? Geen idee. Ik ben bijna bij het hart van de berg. Maar ik hoor nog geen lava heel dichtbij ofzo. Ik geloof dat ik druppels zag, maar dat verbeeld ik me blijkbaar. Laat trouwens even de reacties achter als je weet wat in een vulkaan allemaal te doen is. Ik hoor helemaal geen lava meer, dat vind ik wel heel erg raar. Dat ik nu echt onder de piek van de vulkaan zit. Wow, lange gang heb ik gegraven. Dit heb ik niet nodig. Zo. Ik ben benieuwd. Ik zit er nu echt bijna recht onder. Even kijken hoor. Oh nee, nog lang niet. Hier komt het vandaan en hier zit ik helemaal. Oké. Trouwens, even voor de duidelijkheid, ik ben nu een enorm stuk verder, want hier wonen we. Hier. Dit soort schiereilandje. Moet ik helemaal... Oh, poep. Moet ik helemaal naar huis gaan varen. Of lopen of wat dan ook. Ik ben echt benieuwd wat ik ga vinden. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel, hè. En wel mijn hele Sapphire pickaxe aan het vernachelen, volgens mij. Maar dat maakt even niks uit. Hoe laat is het trouwens? Kan ik even weten hoe lang ik al bezig ben? Oh jemig, ik ben echt al veel te lang bezig. Ben ik er nou al? Ja, ik ben er nu echt bijna. Ik druk hem steeds weg. Nou, ik heb het vermoeden dat we niks gaan tegenkomen. Dat is even een troosteloos verhaal. Al die moeite voor niks. We komen wel wat tegen, namelijk lava. Leuk. Lachen. Nou mensen, druk dus even op dat duimpje omhoog. Het glitst hier helemaal. Wauw. Als je het leuk vond en abonneer ook als je dat nog niet gedaan hebt. En... jullie zullen binnenkort wel meer van dit soort dingen zien. En mijn boot doet het niet meer. Hartstikke fijn. Dus ik zit hier opgesloten op een vulkaan. Nice. Doei.